Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. Het is vandaag opnieuw wisselvallig en koel, cool, maar het is toch allemaal een tikkeltje beter dan gisteren. Er zijn minder buien, er staat minder wind, de zon schijnt vaker en de temperatuur komt ook nog eens iets hoger uit. Toch is het allemaal natuurlijk ook geen hosanna weer, want er zijn nog steeds behoorlijk veel buien en daarbij kan het ook een enkele keer omweren. In het zuidoosten begint de dag zonnig. Daar komen de eerste buien pas vanmiddag. En ook dan blijft het grotendeels droog. In de rest van het land is het behoorlijk wisselvallig... vooral de westelijke en noordelijke provincies. Temperaturen vandaag zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond neemt de buigheid af en klaart het dus ook geleidelijk op. Temperaturen gaan weer behoorlijk dalen. In de nacht wordt het lokaal 6 graden met kans op mist. Morgen overdag opnieuw enkele buien... De zon schijnt ook geregeld, weer wat vaker dan vandaag en het wordt op iets meer plaatsen 19 graden. De wind is rustig. Vrijdag wordt het slecht weer, vooral in het westen en noorden is het lang bewolkt en regenachtig. In het zuidoosten komt de regen pas in de avond, daar is het dus een groot deel van de dag nog prima weer. Zaterdag trekken er veel buien over het land, met kans op onweer. Zondag neemt de buigheid weer af. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl